30 jaar terug. Gisteren hebben we je ouders gesproken en die zeiden van, nou, de 1000 meter, alles of niets schaatsen. Was dit echt een alleswedstrijd? Ja, zeker. Dat moet je ook gewoon. Op zo'n afstand moet je, dat is gewoon alles of niks. En dan heb je dus alles of je hebt niks. Van de week had ik niks en nu heb ik een mooie zilveren plak. Waarom klopt het vandaag dan wel allemaal? Ja, dat weet ik niet. Ik heb keihard voor gevochten en heel erg naartoe geleefd. En ja, dan is dit de beloning. De eerste bronzen medaille ooit op deze afstand voor een Nederlandse vrouw in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Laurien van Riessen! Hoe is het om de bronzen plak te hebben nu? Ja, echt super. Echt geweldig. Toen je de race reed, toen dacht jij, ja, ik heb hem. Is het genoeg voor een medaille of dacht je van nou? Nee, ik dacht het is niet genoeg en ik dacht het is een goede tijd, maar het is gewoon niet genoeg. En nou ja, toen ging het met mijn twee ronden en de laatste rit kwamen ze gewoon niet aan, dus dat was echt super. Hoe zat jij dan op dat middenterrein? Nou ja, ik had eigenlijk zoiets van, nee, het wordt hem gewoon niet. Dus ja, ik was wel aan het opletten, want toen we langzaam begonnen om me door te dringen van ja, als ze deze rit ook niet harder rijden, dan ben ik gewoon derde, maar ik had het niet verwacht. Toen werd je derde, wat dacht je dan? Ja, echt super. Ik was echt zo blij. Echt heel mooi. Laurien van Riessen! Ja, en dan mag je hier naartoe om het te gaan vieren. Is dat nog mooier? Ja, zeker. Het is echt zo gaaf. Zoveel Nederlanders dat die allemaal hier zijn. En ja, het is echt heel mooi. Kom maar bij! Je bent nu het kort gehuldigd. Wat vond je ervan? Super. Super. Oké, veel plezier. Ik had een boodschap van Marianne.